Tom Heuvelsdijk, ik heb het gevoel dat jullie al 3 weken lachend door het leven gaan. Ja, dat ga ik ook. Maar dat ga ik al langer dan 3 weken. Maar het is nu toch extra leuk om naar de club te gaan als je koploper bent? Zeker, dat is een heerlijk gevoel. Ik heb een periode meegemaakt dat ik 18e stond en dat ik naar de club moest. En dat ik nu bovenaan sta, of tenminste 3 gespeeld, 9 punten. Ja, dat is wel een heerlijk gevoel. Dit voelt niet als moeten volgens mij. Nee, dit is gewoon genieten. Ik bedoel, ik wil dat het zo lang mogelijk blijft duren. Dus ja, daarbij komt zondag natuurlijk Heracles. Heb je zelf een verklaring hoe het komt dat je 9 punten uit 3 wedstrijden pakt, bovenaan staat en ook gewoon leuk en aantrekkelijk voetbal speelt? Die verklaring, ik denk dat we een paar goede spelers erbij hebben ook. En die slim zijn en die zich goed aanpassen. En als je bijvoorbeeld naar die Duitse jongens kijkt, ik bedoel, dat zijn winnaars, weet je. En, ja, die sleep je er ook doorheen en dat is gewoon resultaat en dat is ook heel belangrijk en het hoeft niet altijd mooi. En natuurlijk willen we allemaal mooi voetbal spelen en tiki-taki, maar wat belangrijk is gewoon, als je kijkt toen we 2 jaar voorkwamen, dat je gewoon in die hoek die bal rond en niet meer die bal voorgeeft, maar gewoon in die hoek en gewoon die 3 punten pakken. Nou, dan is iedereen blij. Je zegt ik wil het zo lang mogelijk laten duren, dat gevoel. Je speelt nu tegen Heracles, dan ben je een week vrij. Je kan goede zaken doen. Je kan gewoon de eerste blok als koploper afsluiten. Ja, dat zou geweldig zijn. Daar moeten we voor gaan. Heracles thuis is een goede ploeg, goed middenveld. Dus we kunnen echt wel aan de bak. Ik heb ze gezien tegen Feyenoord. En ik vond ze heel goed doen tegen Feyenoord. En ik denk toch, thuis, als je 3 punten kan pakken, dan moeten we voor gaan. Als je die pakt, dan heb je lekker een weekje rust en dan gaan we daarna naar de Kuip. Waar gaat het dan eindigen als je dan weer wint? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dan kan het wel heel mooi zijn. Ik bedoel, ik hoorde laatst ook dat we uit 11 wedstrijden 9 punten hadden gepakt vorig jaar. Nou, dan heb je die al in 4 wedstrijden heb je al 12 punten. Dus dat is super. Dan ben je zo goed als veilig, hè? Klinkt misschien raar aan het begin van het seizoen. Maar als je nu naar Groningen kijkt, 0 punten. Ik denk, kijk, dan hoef je daar... daar ben ik sowieso, was ik sowieso niet bang voor. Maar als je 12 punten pakt uit 4 wedstrijden... Als je dat pakt natuurlijk, kijk, degraderen gaan we niet. Valt er dan een soort van last van je schouders of kan je wat makkelijker en vrijer voetballen? Nou ja, je hebt gewoon heel veel vertrouwen. Maar ik heb, wat ik zeg, daarvoor had ik heb nooit het gevoel dat ik degradeer. Ook niet toen we de tijd 18e stonden. Dat geloof is er niet. Daar zijn we met alle aspecten hebben we een goede selectie voor. Speel jij tegen Heracles? Ja, ik speel wel. Ik vraag het omdat er wat interesse uit Engeland is. Oh zo, ja, nee, ik speel zeker tegen Heracles. Het is Leeds United wat je graag wil. Hoe is dat jou te horen gekomen? Frank heeft mij benaderd. Zaakwaarnemer. Ja, dat die club geïnteresseerd is. En ze hebben mij een paar keer bekeken en ze vinden mij een goede verdediger. Hoe sta je er zelf in? Nou ja, kijk, op dit moment is er nog niks concreets. Dus ik kan daar zelf nog niet over praten. Ik ben ook eerlijk gezegd er ook niet mee bezig. Want ik weet ook niet of ze met iets komen of wel of niet. Zolang ik dat niet weet, is het ook niet interessant om erover na te denken. En ik vind ook het belangrijkste is Heracles natuurlijk. Ze hebben zich nog niet gemeld officieel met een bod bij de club. Ik kan me wel voorstellen dat de komende dagen gaat gebeuren. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet, ik kan niet kijken. Ik weet niet hoe Leeds aan het werk gaat, hoe ze dat doen. En ik weet niet hoe, met wie dat gaat. En ja, voor mij is het ook nieuw. Ik zou het echt niet weten hoe dat in zijn werk gaat. Voorlopig is het nog niet gebeurd. Je hebt ooit een jaar in Duitsland gespeeld. Toen je terugkwam was je blij dat je weer bij ADO speelt. Is het niet zo dat je op voorhand nee zegt? Nee, ik zeg nooit gelijk nee. Tuurlijk, dat doe ik niet met voetbal en dat doe ik in het dagelijks leven ook niet. Je kan altijd luisteren. Een bakje doen? Een bakje doen, een broodje doen. Je weet wat er voor komt hè, als je koffie drinkt. Wat dan? Ik vrees, ik ging ook koffie drinken met Vitesse. Oh zo, ja, nou ja, ik hou ook van een bakje koffie.